Ik sta met Martijn Jansen. Martijn, je hebt vandaag gespeeld tegen een trainer waar je volgens mij in een vorig leven ook nog onder getraind hebt. Is dat een extra motivatie? Zeker, zeker. Ja, het is altijd lekker om van Richard te winnen. Toen hij hier is vertrokken ben ik nog wel eens werkzaam bij zijn voetbalschool geweest. Dus we hebben al door de jaren heen wat contact gehouden. Dus ja, altijd lekker van Richard en van Martin en Ron uiteraard. Altijd lekker. Ja, dat is toch een triootje wat nog steeds een beetje rondwaant hier. Eerste helft, fantastisch. Ja, ik denk dat we goed gevoel wat hebben. En uiteindelijk is het 4-0, maar ik denk als het 6-0 is dan... Ja, hebben ze nog geen klagen. Goed, dus zij deden een aantal dingetjes ook niet goed, denk ik. En ja, dat straffen wij dan wel heel goed af. Tweede helft. In mijn ogen zakelijk uitspelen. Iets minder, maar wel zakelijk uitspelen. Ja, op momenten waren we even aan het zoeken naar de controle. Maar uiteindelijk sta je 4-0 voor. Dan weet je eigenlijk dat het automatisch iets minder wordt. Ook al wil je dat niet. Dat is een stukje onbewust. Maar uiteindelijk speel je hem gewoon nog goed rond, creëer je nog wat kansen en 4-1. Ja. Goede uitslag, de concurrenten goede uitslagen, dus op zich een hele goede zaterdag. Goede zaterdag, zeker. En nu krijgen we nog een mooi rijtje tot de winterstop met wat ploegen die ook bovenin staan. Dus kunnen we ons weer mooi meten en kijken waar we met de winterstop eindigen. Nou kreeg ik voor de wedstrijd kreeg ik een appie van een maatje van me. En die had een fotootje genomen van een kaart die hij binnen had. Ja. Kun je daar nog even wat over zeggen? Ik weet zeker dat hij kijkt. Ja, nou ja, we krijgen ook wekelijks een update hoe het met Dirk is. En vorige keer al de videoboodschap en deze week dachten we schrijven even een kaartje met z'n allen. En iedereen zijn naam eronder gezet en die heb ik vanochtend door de bus bij hem gegooid. En ik hoorde dat het hem goed deed, dus alleen maar positief. Ja, het doet hem zeker goed. Tenminste, dat begrijp ik uit het appje wat ik van hem gekregen heb. Laten we hopen dat hij er weer snel bij is. Volgende week leuk potje in Utrecht. Ja, zeker. Ja, ik hoop van harte dat Dirk er weer zo snel mogelijk bij kan zijn. Maar zijn herstel gaat natuurlijk voor. En volgende week een mooi potje. Speelt ook een oude bekende. Oude bekenden spelen de meerdere trouwens. Maar mooi potje. We gaan zien waar we staan. We gaan eerst even genieten van de 4-1 van vandaag. En dan zien we het volgende week alweer. Dankjewel. Fijne avond.